Maak nou zo'n goed plan en zorg dat je echt een holistisch beeld hebt van hoe wil je lesgeven, hoe richt je je school in. Wat we nu ook zien met technologie, wat er allemaal mogelijk is, is dat je het veel meer personaliseert. Hoe leren leerlingen en hoe ondersteun je dat met technologie het beste? Ook voor docenten is het belangrijk dat ze hier echt een stuk digitaal vaardiger worden. Zorg nou dat voor alle leerlingen het mogelijk is om een eigen device te hebben. Onze missie is ook voor elke leerling, elke student en niet maar een select gezelschap. Wat is de visie van Microsoft over onderwijs in Nederland en hoe geven zij daaraan vorm? Daarover praat ik in deze aflevering van Brains, waarin ik in gesprek ga over digitalisering en innovatie in het onderwijs. En dat ga ik doen met Dagmar Lens van Microsoft. Dagmar, van harte welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met de visie van Microsoft. Wat willen jullie met dat onderwijs? Nou, wij willen scholen helpen om de kinderen op te leiden voor de banen van de toekomst. Dat is eigenlijk waar we met elkaar voor staan. Ja, want dat is nogal een veranderend speelveld natuurlijk, hè? Want de meeste banen weten we eigenlijk nog niet eens. Want hoe doe je dat? Hoe weet je wat de banen van de toekomst zijn? Ja, dat is dus eigenlijk constant aan het veranderen. En daarom is eigenlijk waar we mee bezig zijn, is die scholen ook helpen om te zorgen dat ze kunnen blijven veranderen. En dat doe je met name door met elkaar een goed beleidsplan te maken. Te zorgen dat je als school helder hebt waar je naartoe wil, hoe je wil ontwikkelen. En de afgelopen periode hebben we van scholen geleerd die dat heel goed doen. Mm-hmm. En daar hebben we ook een methode voor gemaakt. Het Education Transformation Framework. Waarbij we scholen echt ondersteunen van maak nou zo'n goed plan. En zorg dat je echt een holistisch beeld hebt van hoe wil je lesgeven. Hoe richt je je school in. Hoe kijk je naar je succes van je school en van je leerlingen. Mm-hmm. En die componenten samen, dus het beleid, hoe je lesgeeft, hoe je je omgeving van je school inricht en hoe je kijkt naar student succes, dat maakt eigenlijk dat je een goed plan hebt voor de toekomst. En hoe is het gesteld met onderwijsbestuur en scholen in Nederland als het gaat om innovatie en nadenken over een hele nieuwe manier van onderwijs? Ja, ik denk dat dat heel wisselend is. Maar ik zie ontzettend mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld de KAZ, de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, waar we veel mee samen hebben gewerkt, die hebben een heel mooi gedegen plan bedacht en zijn daarmee ook in partnerschappen met bijvoorbeeld bedrijven uit de omgeving, maar ook inderdaad met leermiddelenleveranciers in gesprek om te kijken van waar willen we nou naartoe en hoe richt ik nou mijn school van de toekomst in. En dat kan bijvoorbeeld heel concreet resulteren in hoe een nieuw schoolgebouw eruit ziet wat ze neer gaan zetten. Oké, dat gaat echt ook zo ver dat het gebouw anders wordt ingericht. Ja. Want hoe zie jij het onderwijs van de toekomst? Nou, ik denk dat een hele belangrijke een heel belangrijke vernieuwing die we nu ook al zien, maar die ik denk doorgetrokken gaat worden, is dat onderwijs veel meer gepersonaliseerd wordt. Mm-hmm. Dus dat je niet meer, als ik nu naar school ga, dan zie ik eigenlijk nog dezelfde opstelling, dezelfde infrastructuur staan zoals toen ik naar school ging. Mm-hmm. En ik denk dat wat we nu ook zien met technologie, wat er allemaal mogelijk is, is dat je het veel meer personaliseert en kijkt van wat heeft elk individu nou nodig om de beste talenten uit een individu te halen en zich op die manier zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wat zijn uitdagingen, ontwikkelingen die voor jou zeg maar hoog op de agenda staan, waar je mee te maken hebt? Wat we nu bijvoorbeeld zien ook in Nederland is dat je zegt er is een gat tussen de kennis en vaardigheden die de leerlingen hebben als ze uit het onderwijs komen, als ze naar het werkende leven gaan. Ze leren eigenlijk niet goed op school wat er nodig is. Zowel in de functies, maar misschien ook wel in het algemene leven. Gewoon. Ja. En ik denk dat die aansluiting, dat de grootste uitdaging is. Nou, neem bijvoorbeeld het vak van marketeer. Als je alleen maar de 5 P's leert, dan en je gaat nu werken, dan zijn die 5 P's nog steeds wel relevant. Maar je zal toch ook moeten snappen wat social selling is. En ook moeten snappen hoe je data moet analyseren. Ja. En dat stuk zal dus echt onderdeel moeten zijn van het curriculum. Als je toverwoord, het buzzword op dit moment is hybride. Hè? In van alle sectoren hoor je dat overigens, niet alleen binnen het onderwijs. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook een reëel scenario is voor het onderwijs. Hoe helpen jullie onderwijs om te transformeren daarnaartoe? Hoe doe je dat? Nou,
Als ik weer terugga naar de Education Transformation Framework. Als je als bestuurder een visie hebt op hoe ziet je onderwijs eruit, dan kan je vanuit daar ook kijken van wat betekent dan verschillende lesvormen. Dus dat kan heel erg verschillen per vak, maar ook soms wel per leerling. En ik denk juist dat de technologie daar de mogelijkheid toe geeft om daar veel meer in te differentiëren. Dus om wat ik bijvoorbeeld zag bij mijn eigen kinderen. Mijn dochter heeft net HAVO-eindexamen gedaan. En als zij iets niet snapte, dan zocht zij gewoon online op. Keek ze op YouTube van ja, staat daar een filmpje en krijg ik uitleg. En natuurlijk vond ze dat. Ja. Dus er is ook een vraag van de leerlingen om daarin te voorzien. En ik denk dat je daar dat daar nu veel mogelijkheden voor zijn. En eigenlijk gaat dat om. Dus eigenlijk zijn er twee componenten. Hoe leren leerlingen en hoe ondersteun je dat met technologie het beste? En het tweede is waar we het net over hadden, de content van wat leren ze dan? En wat vind je dan dat er aangeboden moet worden? Mm-hmm. En op die twee assen, over die twee assen moet je denk ik een goed beleid hebben, een goed idee hebben van wat is dat dan? Hè? Mm-hmm. En bijvoorbeeld, wij hebben vanuit Microsoft en Microsoft Minecraft for Education. Dat is een game-omgeving waarin je met kinderen heel goed het samenwerken kan oefenen. Of je kan probleem oplossen, kan je oefenen. En dat is eigenlijk zit dat een beetje op die scheidslijn. Hè? Van je wil dat die kinderen in een omgeving die zij leuk vinden leren. Maar je gamen, wil daar wel gamen in dit geval. Maar je wil wel zorgen dat ze iets leren. Nou, daar kan je dan ook met elkaar bijvoorbeeld. Kijken hoe je het iets gaat inrichten. We hebben daar een mooi voorbeeld van in Wassenaar, waar de school samen heeft gewerkt, ook met de lokale politiek, om te kijken naar de Wassenaarse slag. Hoe zou je dat nou mooi kunnen inrichten? En wat is dan belangrijk voor de kinderen? En hoe gaan zij om met de problemen die daar eigenlijk zijn om het in te richten? Welke oplossingen bedenken ze? En je zag dat een enorm, dat was een ontzettend creatief proces, waarbij ook de lokale politiek heel erg betrokken was. Zou je niet veel meer gebruik moeten maken van dat soort externe kennis, zowel in de vorm van personen als content, om het onderwijs rijker te maken? Ik denk het wel, maar ik zie dat ook wel echt als trend. Hè? En het zoeken naar een partnerschap of een samenwerking, of welke naam je daar ook geeft. Ik denk dat dat een wezenlijk onderdeel is, of zou moeten zijn, laat ik dan zo zeggen, van hoe je hoe je weer dat beleidsblad maakt. Want daarmee zorg je ook dat er een cohesie is, dat die school niet een zelfstandige bubbel is, maar dat het veel meer land en connectie heeft. En ik denk dat als ik dan ook weer kijk naar mijn kinderen, dat soort dingen ook helpt om voor zichzelf te definiëren van wat vind ik nou interessant en waar wil ik me verder in ontwikkelen. Je haalt ook een stuk inspiratie uit. Ja. Dus ja, ik denk dat super belangrijk is. En als we kijken naar de docenten en nog steeds wel de drijvende krachten die met z'n allen het onderwijs aan het vormgeven zijn nu, wat zijn de vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben de komende jaren? Nou, ik denk dat een belangrijke vaardigheid, en eigenlijk hebben ze dat laten zien dat ze daarover beschikken, is flexibiliteit. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar. Precies. Ja, en ik denk dat we juist altijd daar ontzettend in hebben. De onderwijzers hebben onderschat van kunnen ze wel veranderingen aan. Dat gaat dus supergoed. En wat zijn de nieuwe vaardigheden die de studenten en de leerlingen nodig hebben? Ja, daar is best wel veel, wordt veel onderzoek naar gedaan. Kijk, een stuk zit echt over dat gaat over technologie en toch echt wel kennis over data en kunstmatige intelligentie en dat soort dingen. Maar een heel groot gedeelte zit met name in die 20th century skills, wat ze als ik wel noemen, dus samenwerken, probleemoplossend kunnen werken, goed dingen analyseren, met elkaar doorvragen. Nou, een heleboel van die skills zijn gedefinieerd. En ik denk dat ook nog wel zou blijven veranderen, want je ziet de banen ook veranderen. En dat zal denk ik iets zijn waar we met elkaar naar zullen moeten blijven kijken. Ja. En als toch een stukje tooling, het gaat er niet om, maar het wordt wel steeds belangrijker. Mm-hmm. IT noem ik het dan maar even, technologie. Dat is natuurlijk niet van elke school de core business. Nee, en daar raak je een heel belangrijk punt. Kijk, ik heb zelf ook twee kinderen die nog in het onderwijs zitten. Dus ook als moeder is super belangrijk dat je weet dat die gegevens van de kinderen veilig zijn. Ja. En dat je dat ook voldoet aan rondom privacy.
zoals we dat in de Nederlandse wetgeving hebben vastgelegd. Dus vanuit Microsoft hebben we rondom dat privacy-stuk doorgaande discussies met het Rijk om te zorgen dat we daaraan voldoen en blijven voldoen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook heel goed is. Ik ben daar ook oprecht trots op, omdat we zien dat ontzettend belangrijk is, maar dat wij ook vanuit Microsoft onze productportfolio natuurlijk steeds uitbreiden. Mm. En dat we dus willen blijven checken en met elkaar bespreken van, doen we dat op de goede manier en hoe kunnen we van elkaar leren? Als het dan gaat over het stukje security, onze producten zijn juist daarop gebouwd, dat je dat heel veilig en heel goed kan doen. Mm. Het is ook wel heel belangrijk dat de scholen dat zelf zo goed mogelijk inregelen. En precies, dat ze daarmee dus ook zorgen dat ze de juiste expertise binnenhalen of de juiste expertise zelf opbouwen, ja, om dat gewoon echt goed te organiseren. En ja, dat is echt iets waar we hebben dat helaas een aantal vervelende incidenten gezien. En wereldwijd is de gezondheidszorg en educatie zijn de twee segmenten die ontzettend in trek zijn. Ja. Ja. En daarom moeten we hier heel erg goed commercieel interessant voor hackers. Voor hackers, ja, heel, zo precies. Ja, precies. En ja, dat, daarom moeten we gewoon zorgen dat we daar aandacht voor hebben en dat ze ondersteunen. Vanuit Microsoft doen we dat ook door veel trainingen aan te bieden. Ik wil zeggen, is daar genoeg urgentie binnen het onderwijs voor dit onderwerp? Ik denk dat je daar niet genoeg urgentie... Mm. Weet je moet, kan daar niet te weinig aandacht voor hebben. Dus ik zou daar echt nog wel een oproep willen doen. En wij vanuit Microsoft bieden daar veel trainingen aan. Zowel zeg maar echt technische trainingen aan de ICT'ers om hun skills verder op te bouwen. Ja. Ook aan studenten. Studenten kunnen zich bij ons kosteloos trainen en certificeren op dit onderdeel. We vinden dat zo belangrijk dat we ook zeggen van ja, weet je, we bieden dat dan ook aan. En ook docenten, want ook voor docenten is het belangrijk dat ze hier echt een stuk digitaal vaardiger worden en weten, ja, wanneer zou dit eventueel een gevaar kunnen zijn. Precies. En dat is zowel aan de security kant, maar ook aan de privacy kant. Ja. Hè? Van welke app gebruik ik wel of niet? En weet je, daar zitten die dingen in. Ja, want de zwakste schakel blijft de mens, ja, natuurlijk. Precies. En dat soort ketens. Nog een onderwerp wat ik met je wil behandelen is inclusie of inclusiviteit of inclusie. Hoe zorg je ervoor als onderwijs zijnde dat je voor iedereen toegankelijk blijft en dat de kwaliteit van het onderwijs voor iedereen hetzelfde blijft? Ja, super belangrijk topic en bij mij ook heel erg hoog op de agenda. Als het gaat om de technologie, staan wij ervoor dat de technologie beschikbaar is voor alle studenten. Dus onze missie is ook voor elke leerling, elke student en niet maar een select gezelschap. Dat is absoluut het uitgangspunt. Daarnaast ontwerpen we onze technologie zo dat het voor iedereen het zo makkelijk mogelijk maakt. We hebben heel veel inclusiviteits tooling, zal ik maar zeggen, op onze software. Dus je kan het laten voorlezen, je kan het in een andere taal laten voorlezen. Je kan de lettertype, dus allemaal dat soort dingen. Mm. Als je het dan hebt meer over de device kant, dus de laptop kant. Waar wij ook voor hebben gepleit, hebben we ook een aantal brieven over geschreven naar de politiek toe. Van zorg nou dat voor alle leerlingen het mogelijk is om een eigen device te hebben. En dat je zorgt dat al die devices dus hetzelfde zijn. Dus dat niet inderdaad één kind of één school waar ze dan toevallig een luxer device hebben versus het andere. Nee, zorg dat daar meer een standaard voor komt, zodat we daar dus ook die gelijkheid hebben. Daarnaast hebben we vanuit Microsoft veel onderzoek gedaan van wat betekende nou precies die pandemie en ook dat online lesgeven. Want ja, dat bracht natuurlijk ook voordelen. Maar we hebben ook gezien, ook wereldwijd, dat het verschil vergrootte. En dat er inderdaad ook wat gaten zijn ontstaan in de kennis en vaardigheden. Mm-hmm. En eigenlijk wat we hebben gezien in onderzoek is dat de leesvaardigheid over het algemeen genomen in alle landen een stuk naar beneden is gegaan. En als je ziet dat leesvaardigheid een hele belangrijke indicator is voor je latere carrière, is dat natuurlijk is dat erg zorgelijk. En daarnaast zagen we ook dat het voor kinderen die al minder goed presteerden op school, dat het daar nog erger was. Dus dan zie je dat die ongelijkheid nog verder uit elkaar loopt. Ja. Dan is dat zien is dan één ding, maar wat doe je daarmee?
Dus we hebben vanuit Microsoft geprobeerd daar dan ook weer een kans in te vormen voor de leraren en voor de leerlingen. En we hebben een tool ontwikkeld en dat heet Reading Progress. Dat zit gewoon in Microsoft Teams. En daar kan je leerlingen een tekst laten lezen. Spraakherkenning in het tool ziet dan van hoe heb je dat gedaan, geeft daar feedback op. En de leraar kan dus asynchroon de kinderen laten oefenen met hun leesvaardigheid. Nou, bij ons in de klas ging dat nog zo, weet je, dan kreeg je om de beurt een leesles. Degene die dan minder goed leest, vindt dat ook helemaal niet prettig. Dus als je het dan hebt over inclusiviteit, dit, weet je, doe je gewoon in je eigen ruimte. En dus we proberen heel erg ook in onze productontwikkeling, dus te kijken naar en de inclusiviteit, hè, voor iedereen toegankelijk, maar ook heel erg die docenten ondersteunen. Van kan je dat dan ook, kan je daar dan ook in differentiëren? Dus kan je leerlingen op hun niveau aanspreken? Kan je dat zeg maar asynchroon doen? Dus niet iedereen tegelijkertijd in één klas. En zorg je dat dan ook dat beschikbaar wordt? Dus dat is een voorbeeld daarvan. Ja, waardoor je ook steeds gepersonaliseerder kan gaan werken. Precies. De komende jaren nog genoeg te doen, volgens mij. Zeker. Ja, mag je danken voor dit gesprek. Zeker. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit deze videoserie die ik samen maak met Brains. En waarin we inzoomen op digitalisering en innovatie in het onderwijs. Dankjewel voor het kijken. Hoi. We'll be right back.